De regering komt met subjectsubsidie om de samenleving tegemoet te komen bij de verhoogde stroomtarieven, zegt technisch directeur Marcel Eindhoven van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, tegenover onze redactie. De energieautoriteit benadrukt dat het staatsbesluit subjectsubsidie elektriciteit geldt vanaf 1 april 2024, waardoor de 50% energiekorting voor kwetsbare afnemers bij de NVEBS automatisch vervalt bij gebrek aan een formele aanvraag bij de Energieautoriteit Suriname. Voorheen kwamen deze afnemers in aanmerking voor een korting van 50% op de maandelijkse stroomrekening. Eindhoven legt de nieuwe regeling uit. De uiteindelijke rekening die men gaat krijgen gaat niet zoveel verschillen, dus die van april, met die van maart. Door die twee dingen, dus dat stelsel en die subjectsubsidie, die is ingevoerd. De eerste stap is 40% en daarna voor de huishoudens elke twee maanden komt er 7% erbij. Niet 7 erop, maar 7 van het begin. Ja, dat is die. We hebben nu die 7 al uitgerekend en dan komt hij later erbij. En dan komt er nog een keer tot november, december, de laatste tranche. En voor de niet-huishoudens gaat dat in twee stappen. Nu met 40 en dan in juni, mei, juni. Dan gaan die groepen gaan dan wel marktconform draaien. Maar de huishoudens die blijven dan zitten. We zitten nog met een subsidie. Die objectsubsidie, die algemene subsidie. Van ongeveer 2,5 miljard. Maar daarin worden dus alle huishoudelijke verbruikers krijgen dan daaruit die subsidie. Het belangrijke daarvan is dat hoe meer je gebruikt, hoe meer subsidie je krijgt. Ja. Wat je eigenlijk niet zou willen, maar je komt er niet onderuit met dit systeem, gaat dat zo gebeuren. Vanuit de regering wordt gekeken naar het gefaseerd toepassen van de verhogingen. Naar aanleiding van de ontwikkelingen zal er vanuit de overheid gecommuniceerd worden naar de samenleving, zodat die op de hoogte is van mogelijke wijzigingen.